Als het fout gaat, als de overheid mensen gaat vermoorden, en dat is niet denkbeeldig, hè? In de 20e eeuw zijn er 262 miljoen mensen vermoord door de eigen overheid. 262 miljoen. The Constitution says the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. U vindt belasting een vorm van diefstal? Mijn visie is dat ieder mens recht heeft op zijn lijf en, eigen lijf en goed. En dat ieder mens mag doen en laten wat hij wil, zolang hij geen inbreuk maakt op anders lijf en goed. Dat is een fundamenteel mensenrecht, dat is het zelfbeschikkingsrecht. De overheid maakt daar inbreuk op door op verschillende manieren, waaronder de militaire dienstplicht, die nog steeds niet is afgeschaft, en ook door middel van belastingheffing. Zijn er landen waar je naartoe zou kunnen om onder die dienstplicht uit te komen? Wanneer moet ik weg? In de Europese Unie, buiten de Europese Unie, welk land? Zuid-Amerika, Azië. Er zijn mensen die zijn daar de hele dag mee bezig. Wat heb jij nog dat je ze wil meegeven? Denk jij er ook wel eens over na om uit Nederland te vertrekken? Omdat bepaalde ontwikkelingen hier niet bepaald gunstig lijken te zijn? Ben je op zoek naar een plek in de wereld waar jij jouw leven kunt blijven leven zoals jij dat zelf wilt? Maar weet je niet goed waar je dan precies naartoe zou willen gaan? Mijn naam is Pim van Rijswijk en ik heet je van harte welkom bij een goed gesprek bij de Springplank voor Vertrek. In deze podcast zal ik verhalen ontsluiten die verteld mogen worden. Verhalen die jou zullen informeren en wellicht enthousiasmeren en die kunnen dienen als jouw springplank voor vertrek. Welkom, dames en heren, bij deze alweer 14e aflevering van de videopodcast Een Goed Gesprek bij de Springplank voor Vertrek. Vorige week had ik Sven Hulleman te gast in een spraakmakend interview en ik raad iedereen aan hier naar te kijken. En vandaag heb ik niemand minder dan de enige echte Twan Manders. U vindt belasting een vorm van diefstal? Ja. Met belasting zorgen wij voor faciliteiten voor alle burgers. Vindt u dat een legitiem doel van belastingen? Nee. Dus u woont nu in een sociale huurwoning? Ja. Mogelijk gemaakt? Mogelijk gemaakt. Doordat anderen... Ja. Sorry, dat vind ik heel erg cru. Sorry, de overheid neemt mij alles af wat ik heb. Neemt mij mijn huis af. Zodat ik word gedwongen om in sociale flat te wonen. En dan wilt u mij vertellen dat ik dankbaar moet zijn dat ze zo aardig zijn geweest om sociale flat te zorgen. Twan, welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je er bent. Ik zeg de enige echte, want er is nog iemand die heet Twan Manders. maar die houdt de andere ideeën op na. Dus ik ben blij dat ik jou heb in de podcast. Ik ken jou al een langere tijd. Ik ben jaren geleden, toen ik jong was, een jaar of 24, 25, bij een lezing van jou geweest van het Haags Juristencollege in Den Haag. En was een heel interessant verhaal over de Cyprus-Dubai-route. Vandaag heb ik jou te gast en kruisen onze wegen elkaar weer. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Erg druk, maar verder heel goed. Met jou? Ja, met mij gaat het ook goed. Ik ben ook heel druk. Onder andere dus met het maken van die podcasts en met het organiseren van MVO. Daar ben jij trouwens ook te gast. Als spreker. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp vertrekken en uit Nederland en het zoeken naar een ander land. En hoe je daar tegenaan kijkt. En tijdens de masterclass ga jij het meer hebben over hoe verlaat je Nederland zo gunstig mogelijk? Hoe regel je dat met de Belastingdienst? En hoe ga je naar een land, of wat voor landen zijn er om zo min mogelijk belasting te betalen? Met name voor ondernemers. Dus dat fiscale, dat parkeren we even. Dat parkeren we voor de masterclass. Vandaag gaan we het hebben over het vertrekken. Waar woon jij nu, Twan? Ik woon in Nederland en in Florida. In Nederland en in Florida. Kijk aan. Dat noemen we een hybride leefstructuur. Ja, dat klopt. En hoe bevalt dat? Nou, het bevalt op zich niet verkeerd. Met name in de winter is het wel erg fijn om wat vaak in Florida te zijn. In Nederland sowieso. Mm-hmm. Ben ik al zolang als ik me kan herinneren, al zelfs als kind van 10 was ik al erg geïnteresseerd in Amerika. En had ik
omdat ik het verkeerde land was geboren. Zoals een transseksueel verkeerde lichaam was geboren. Zo. Het probleem weet ik toch gelukkig niet. Want ik had het was verkeerde land geboren. Ik heb inmiddels begrepen dat er ook een term voor is. Ik ben ook trans, maar dan transatlantic. De verkeerde kant van de Atlantische Oceaan geboren. Ja. Het is eigenlijk al vanaf toen ik 10 was, moest ik op de lagere school moest ik een onderwerp kiezen. Ja. Voor een spreekbeurt en koos ik de Verenigde Staten. Toen dook ik de schoolbibliotheek in. En toen ging ik alle boeken lezen kon vinden over Amerika. En het beeld dat ik daar kreeg, dat sprak me heel erg aan. Dus daar werd Amerika afgeschilderd als een land waar de overheid heel erg klein is, waar de belastingen heel erg laag zijn. Waar ruimte is voor vrij ondernemerschap en de vrije markt, de vrije economie, vrij handel, vrij wapenbezit en vrijheid van meningsuiting. En een hele kleine of zelfs volledig afwezige verzorgingsstaat waarbij je eigen zelf verantwoordelijk bent voor jezelf en je familie. En dat sprak mij heel erg aan. Ja, dat dus is ook het verlengde van jouw libertarische gedachtegoed. Ja, zeker. En je hebt daar boeken over gelezen. Klopt dat ook daadwerkelijk, nu je daar woont? Klopt het? Ligt het in lijn met wat jij dacht over de US? Nou, mijn eerste reis naar de Verenigde Staten was toen ik 18 was. Toen ik met een rugzak 8 weken de beker getrokken. En ik was heel erg benieuwd of het beeld wat ik in mijn hoofd had gekregen, of dat nou klopte met de werkelijkheid. En toen ik daar was, tot mijn verbazing bleek dat het beeld wat ik had gekregen uit boeken en documentaires en films en televisie, dat griezelig goed klopte op één punt na. En dat ene punt, dat was die kleine overheid met die lage belastingen en weinig regels en vrij ondernemerschap en vrije markt en de afwezigheid van de verzorgingsstaat en eigen verantwoordelijkheid. Ik kwam erachter. Dat heb ik niet allemaal in de eerste 8 weken ontdekt. Dat is ook in de jaren daarna. Is natuurlijk ook mijn kennis gegroeid. Maar het beeld wat ik steeds meer begon te krijgen is. Ja, dat klopte allemaal wel voor 1913. En voor 1913 was Amerika gewoon inderdaad precies zoals het. Dat cliché hè, van een volledig vrije markteconomie in een kapitalistische maatschappij. Dat was ooit waar. Maar na 1913 is er heel erg veel veranderd. En niet ten positieve. En dat was voor mij een enorm. 1913, ja. Help eventjes de kijkers. Nou ja, wat er toen is gebeurd is. Er is een federale inkomstenbelasting ingevoerd. Die er daarvoor nooit was geweest. Er is een. Niet helemaal waar. Er was er eentje tijdens de burgeroorlog. Maar die was heel kort daarna al strijd per grondwet verklaard. Dus het heeft maar heel kort geduurd. En de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve werd opgericht. Ja. In 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. Daar ging Amerika niet meteen naar meedoen, maar wel in 1917 ging ze nog meedoen in de Eerste Wereldoorlog. En ja, tijdens wereldoorlogen dan zie je vrijheden verdwijnen als sneeuw voor de zon. En na de oorlog komen ze een klein beetje terug, maar nooit meer helemaal zoals het daarvoor was. En dat geldt voor iedere crisis. Hè? Dat geldt niet alleen voor oorlogen, maar iedere crisis die grijpt de overheid aan om haar macht te vergroten en de vrijheid van het niet te verkleinen. Mm-hmm. Als de crisis dan weer voorbijgewaaid is, dan krijgen we onze vrijheden nooit meer allemaal terug, maar altijd maar een deel. Dat is wat de ratchet effect noemt Robert Hicks dat. Mm-hmm. Dat is een. Ik heb twee linker handen, maar je hebt zo'n tool. En dan kun je een stukje mee draaien. En dan klikt hij zich vast, dan ratelt hij weer terug. En dan kun je weer een stukje aandraaien. Ja. Dan ratelt hij weer terug. Dan ken je wel. Ja, dat heet in Engels heet dat een ratchet. Vergeet hoe dat in Nederlands noemt, zo'n tool. Maar zo beschrijft hij hoe de overheid groeit. Dat noemen we een rateltang. Een rateltang, precies. Ja. Hey, maar jij zit dus voor een stukje in Florida. Je pendelt wat op en neer. Al dat je uitkomt, dat je het prettig vindt, denk ik. Jij bent ook. Je hebt ook een green card, hè? Ja. Dat is niet zo makkelijk, heb je mij verteld. Hoe gaat dat? Nou, in mijn geval is het niet zo moeilijk. Ik deed mij een Green Card loterij. Ja. Die wordt ieder jaar gehouden. Dat is heel makkelijk. Je moet gewoon je gegevens intikken en een paswoord uploaden. En als Nederland heb je ongeveer 2% kans dat je mint. En de derde keer dat ik meedeed, heb ik hem gewonnen. Dus voor mij was het relatief gemakkelijk om die Green Card te maken. Maar als je dus niet wordt ingelood, zoals ik. Dan is het na het al een stuk moeilijker. Tijdelijke verblijfsvergunning, tijdelijk werkvergunning. Dat is een stuk gemakkelijker, maar een permanente verblijfsvergunning, dus een green card.
Je moet dus of ingelood worden, of je moet trouwen met een Amerikaan. Of je moet trouwen met een green card holder. Ja, dat is wat waar mijn vrouw nu mee bezig is. Een alternatief is dat je aantoont dat je bijzondere vaardigheden hebt die heel erg moeilijk te vinden zijn binnen Amerika. Mm-hmm. Waardoor je als buitenlander dus een enorme aanwinst vormt voor de economie. Ja. De tijdelijke wijziging is een stuk gemakkelijker. Die duurt dan 5 jaar. Die kun je nog eens 5 jaar verlengen. Maar die kun je krijgen als je een bedrijf start van een bepaalde omvang, een bepaalde vorm doet. Of als je een bepaalde investering doet. Of als je een werkgever hebt die jou overplaatst van de vestiging in Nederland naar de vestiging in Amerika. Mm-hmm. Want je kunt ook je eigen werkgever oprichten natuurlijk. Dus op zich kun je dat er zelf een handje in helpen. Ja, en dan als je een bedrijf opzet in Amerika, hoe help je dat dan? Dan kun je dus gemakkelijker een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, een werkvergunning krijgen van 5 jaar. Nog steeds tijdelijk. Ja. Dus in Amerika komen ze met tienduizenden, honderdduizenden komen ze binnen langs die zuidelijke grens. Ja. Maar het is heel lastig om als Europeaan een verblijfsvergunning te krijgen in Amerika. Ja, dus de regering Biden is heeft de reputatie vrij liberaal te zijn richting asielzoekers. Dus als je als asielzoeker in Amerika binnenkomt, dan word je meestal gewoon toegelaten en dan kun je de procedure afwachten in vrijheid. Dus dat doen heel veel mensen ook sinds Biden is aangetreden. Daarvoor komt het ook voor, maar sinds Biden is dat een enorme vlucht genomen. Maar als jij geen asielzoeker bent, je komt uit een veilig land zoals Nederland, dan is het een stuk belastiger inderdaad. Ja. Hey, wat maakt, want jij zit in Florida, wat maakt Florida zo bijzonder voor jou? Ja, heel veel redenen. Maar ik hecht heel erg veel waarde aan vrijheid. En ik hecht heel veel waarde aan een lage regeldruk, een lage belastingdruk. Die heb je daar. Ik hecht ook heel veel waarde aan. Maar hoe heeft een staat zich gedragen tijdens de COVID-gekte? Hoe ver ging de COVID-tyrannie toen? Dat zegt heel veel over een land en over volk. Wat ze accepteren, wat ze slikken. Ja, ik noem het een corona-check. Ja, ja. Hoe ging het in Florida tijdens die corona-periode? Ja, heel goed. Hè. Dus er zijn lockdowns geweest. Die hebben niet zo heel lang geduurd. Die zijn vrij snel weer opgeheven. Dus eigenlijk in die beginperiode dat heel veel mensen nog bang waren en niet precies wisten wat ze van moesten denken. Dat hebben ze die wel gehad. Maar vrij snel zijn ze opgeheven. En per 1 september 2020 zijn niet alleen de laatste COVID-maatregelen opgeheven, maar toen heeft de staat Florida ook verboden. Een verbod ingevoerd voor alle cities, counties, municipalities, school boards, om nog enige vorm van COVID-maatregelen op te leggen. Ja. Dus de mondkapjesplicht werd verboden, de vaccinatieplicht werd verboden, de lockdowns werden verboden door de staat Florida. Hoe heet die senator, hoe heet die? De gouverneur heet Ron DeSantis. Ja, Ron DeSantis, ja, dat is een goede. Ja. Ja, ja. En hij is ook herkozen met 60% van de stemmen. Wauw. En dus ook dat zegt heel veel. Hè? Dat was natuurlijk heel controversieel. Ja, dat weten veel mensen niet, maar er zijn enorme verschillen binnen Amerika. Dus ze hebben ook de 50 staten hebben een hoge mate van autonomie. Op sommige punten zelfs hoger dan lidstaten van de Europese Unie. En ook dat zag je dus ook heel goed terug tijdens dat COVID, de COVID-periode. Er waren deelstaten zoals New York en Californië waar ze nog verder gingen dan in Nederland met COVID-19. Terwijl tegelijkertijd in Florida alle COVID-maatregelen verboden werden. En DeSantis kreeg dus heel erg veel kritiek toen hij dit soort besluiten nam. Toen hij die maatregelen drastisch terugdraaide en uiteindelijk helemaal verbood. Toen, de hele pers is natuurlijk links, dus de pers zei dit is verschrikkelijk en hij heeft respect voor menselijk leven en wordt in een graveyard. En dus hij werd enorm verguisd, hè, nog veel meer dan Nieuwe Van Haag in Nederland. En
Maar hij heeft het toch doorgezet, zijn rug terecht gehouden. En nog steeds wordt hij onder links-Amerika wordt hij gezien als een totaal onverantwoordelijke man die geen respect voor mensen in leven heeft. Maar ondertussen 6% van de Floridians heeft zich gestemd om hem opnieuw te kiezen. En in de county waar ik woon, daar is het zelfs 80% van de kiezers die de Sens heeft gekozen. En in de buurcounty zelfs 90%. Dus als ik mensen spreek in mijn omgeving al daar, ze vragen mij van waarom verhuis je naar Florida? En dan zeg ik, dat ik op zoek ben naar vrijheid en de perfecte vrije plek is er niet. Maar de vrijheid waar ik heel veel waarde aan hecht, die worden hier minder beperkt dan bijna waar ook de wereld. En dat zijn vrijheid van lockdowns, vrijheid van de mondkapjesplicht, vrijheid van de vaccinatieplicht, vrijheid van een avondklok. De vrijheid om je kinderen naar de school te sturen die je wil. En school choice. Ook de vrijheid om je kinderen thuisonderwijs te geven. Het recht op vrij wapenbezit. De vrijheid om jezelf te verdedigen, je huis te verdedigen, gezin te verdedigen. Als dat nodig is. De vrijheid van hoge belastingen, vrijheid van hoge regeldruk. Vrijheid van de woke-dictatuur. Als ik dat zeg, dan zeggen eigenlijk al die mensen altijd hetzelfde. Namelijk, welcome to Florida, sir. We should have more people like you over here. Ja, dus dat voelt heel goed, moet ik zeggen. Om op plekken. Kijk, in Nederland zijn er ook mensen met gezond verstand. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dan voel je echt thuis. Dat resoneert natuurlijk. Dan denk je van, hè, dat het nog bestaat. Ja. Ja, in Nederland zijn er ook mensen met gezond verstand, maar ik heb het gevoel dat ik ze ondertussen allemaal persoonlijk ken, dat er zo weinig zijn. Ja, nou ja, nogmaals, we hebben op 12 april hebben we 1000 mensen, 1000 ondernemers in de zaal en het stukje Twan wat je nog niet kent, leer je dan ook kennen en dan is het die cirkel ook weer rond. Nog even, ik wil nog één punt eruit lichten. Eén vrijheid wil ik eruit lichten. Dat is die vrijheid om zelf te verdedigen en een wapen te bezitten. Heel veel Nederlanders die trappen in de propaganda van de overheid dat het heel gevaarlijk is. Maar de voornaamste reden waarom ik daar zo extreem van waarde aan hecht, is omdat als het fout gaat, als de overheid mensen gaat vermoorden, en dat is niet denkbeeldig, hè, in de 20e eeuw zijn er 262 miljoen mensen vermoord door de eigen overheid. 262 miljoen. Ja, dat zijn dan niet mensen die zijn gesneuveld aan het front in een oorlog. Of anderszins zijn dood te gaan in een oorlog. Dan heb ik het over mensen die gewoon beleidsmatig zijn vermoord. Doelbewust zijn vermoord door hun eigen overheid. Ja, alleen al in de Sovjet-Unie waren er dat naar schatting zo'n 60 miljoen. In China waren dat naar schatting zo'n 65 miljoen. Ja. Pol Pot heeft een derde van zijn onderdanen uitgemoord in 4 jaar tijd, hè, tussen 75 en 79. Dus dit is niet ver gezocht. En Nederland is ook bezet door Nazi Duitsland. Die heeft ook tientallen mensen vermoord. Hè. Ook hier zijn massaal mensen gedeporteerd en vermoord, pas 80 jaar geleden. Dus dat kan ook hier gebeuren, is gebleken. En de vraag is dan, die vraag kreeg ik onlangs van iemand, dat is een hele goede vraag. Welke plek op de aarde moet je zijn om het risico dat zoiets nog eens een keer gebeurt, zo klein mogelijk te maken. En toen heb ik daar even over nagedacht en toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel duidelijk, dat zijn plekken als South Dakota, Florida, Texas en eventueel ook Zwitserland. Hè, plekken waar heel veel mensen bewapend zijn. En die wapendragen, die mensen die wapens bezitten, ook heel erg vrijheidslievend zijn. Ja, dat is een gouden combinatie. Ja, want wat je ziet is dat een heel groot sterk leger heeft geen schijn van kans tegen een gemotiveerde burgerbevolking die bewapend is. De Sovjet-Unie heeft Afghanistan nooit goed kunnen veroveren. Frankrijk heeft de Algerijnen niet kunnen verslaan. Dus guerrilla-oorlogen, dat zie je ook met de Amerikanen in Vietnam, guerrilla-oorlogen die worden gewonnen door de guerrilla's. Als een strijd is tussen een groot sterk leger en guerrilla's, dan winnen de guerrilla's. Want als die zeer gemotiveerd zijn en de bevolking is gewoon bewapend, dan kun je ze eigenlijk niet onderdrukken. Hè? Dan kun je ze niet onder de duim krijgen. Dat kan eigenlijk alleen maar als je ze eerst ontwapent.
Dus eerst ontwapen, dan kun je mensen onderdrukken en onder de duim krijgen. Dat is ook altijd het patroon. En al die situaties waarin mensen zijn vermoord aan eigen overheid, in grote getalen. Maar al die landen waarin de 20e eeuw 262 miljoen mensen zijn vermoord, een kwart miljard mensen. Daar is het patroon altijd, eerst worden mensen ontwapend en daarna worden ze vermoord. In die volgorde, niet andersom. Dat is logisch, want mensen die moord willen plegen, massamoord willen plegen, die houden niet van slachtoffers die terugschieten. Het is heel moeilijk om massaal mensen te vermoorden als ze bewapend zijn. Het is heel makkelijk als ze ontwapend zijn. Waarom heeft Hitler Duitsland Zwitserland niet veroverd? Ja, er zijn verschillende theorieën over. Maar een van de theorieën die ik ook wel een waarde aan heb, is dat Zwitsers zijn goed bewapend. In Zwitserland is het zo dat iedere gezonde man heeft een militair wapen in huis. Ik ben fel tegen de dienstplicht, maar het feit is dat in Zwitserland alle gezonde mannen onder de 55, die hebben een militair wapen in huis en die trainen ook 2 weken per jaar. De dienstplicht is daar niet is daar 2 weken per jaar tot je 55ste, zodat je goed getraind blijft. En je krijgt het wapen mee naar huis. En tot voor kort kreeg je ook de munitie mee naar huis. Dus je weet dus dat als je Zwitserland inbreker wordt, dat is een groot risico wat je neemt. De kans is bijzonder groot dat je inbreekt bij iemand die goed bewapend is en die ook zijn wapen weet te gebruiken. Inbraakcijfers zijn heel erg laag in Zwitserland. Ook de moordcijfers zijn heel erg laag in Zwitserland. En dat is niet ondanks het vrij wapenbezit, maar dat is mede dankzij het vrij wapenbezit. Dat het daar zo ontzettend laag is. En als Hitler Zwitserland was binnenvallen, was het een Korea-oorlog geworden. Die hij dus waarschijnlijk niet had kunnen winnen. En Hitler's slogan was Heim ins Reich. Hè? Alle Duitsstaligen moesten weer onderdeel worden van Duitsland. Daarom heeft hij Oostenrijk ingelijfd. Sudetenland, daar werd weer Polen aangevallen. Hè? Omdat heel veel Duitsstaligen woonden in Polen. En waarom dan niet Zwitserland? Daar was ook 65% van de bevolking Duitsstalig. Waarschijnlijk toch voor een groot deel om deze reden. In Zwitserland was het ook altijd zo dat je gewoon afschut, luchtafweer, afschut in je tuin mocht hebben als particulier. Dus daar houden militairen niet van. Daar houden mensen die in de vuistkrieg houden niet van dat soort situaties. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog het feit dat in South Dakota, Texas, Florida, de staten waar heel veel mensen wapens hebben en die mensen vaak ook heel vrijheidslievend zijn. Er is ook een traditie van verzet tegen de overheid. Amerika is ontstaan doordat de Amerikanen in opstand kwamen tegen de Britse overheersing. En dat ze vonden dat de Britten te ver waren gegaan in een belastingheffing met name, maar ook het schenden van hun privacy. En dat waren de twee grote triggers. De belastingen waren te hoog. En een van de belastingen was de stamp tax, de stamp duty. En dat betekent als je een document had, een contract of een ander belangrijk document, dan moest er een stempel op staan van de koning, dan moest je belasting voor betalen om een stempel te krijgen. En hoe werd dat afgedwongen? Doordat de soldaten van de Britten gewoon huis langs huis gingen te kijken of je documenten juist had zonder stempel. Want dan was je namelijk belastingontduiker. En dat was, toen zeiden de Amerikanen, tot hier en niet verder, we trekken hier de grens. Dus we gaan ze eruit gooien. Hè? We beginnen onafhankelijkheid te wonen op. Die verklaren ze onafhankelijk. En dus met geweld gooien we ze eruit. Die zijn we niet voor gediend. Een beetje vergelijkbaar met de Nederlanders toen de hertog uit Spanje de tiende penning invoerde. Ja, dat klopt. Ja, er zijn inderdaad wel overeenkomsten tussen het ontstaan van Amerika en het ontstaan van Nederland. En het is er één van. Nederland heeft een 80-jarige oorlog gevochten om van die 10 penning af te komen. Ja. En dat is gelukt. En nu is het zo dat ongeveer de helft wat we verdienen ons afgepakt wordt. En nu zijn er maar weinig mensen die daar tegen opstand komen. Ja. Want nu wordt het via de ondernemer gegeven. Hè? Dus nu merken de meeste mensen het nauwelijks. Want het wordt verwerkt in hoge prijzen en lage lonen. De ondernemer wordt gedwongen om het af te dragen. En die wordt gedwongen om het door te berekenen in de vorm van lage lonen en hoge prijzen. En daardoor hebben de meeste mensen absoluut niet door veel belasting te betalen. En ik voorspel dan ook dat ze één dingetje zou veranderen in Nederland. En alles bij het ouders blijven. Dat ene dingetje dat ik zou mogen veranderen zou zijn dat voortaan belasting moet worden gegeven rechtstreeks bij de belastingbetaler zelf. En niet indirect via een omweg via de ondernemer. Dat er een belastingopstand zou uitbreken. Dat ze razend zouden worden als ze zouden beseffen hoe hoog de belastingdruk is. Wat betreft is het de gouden zet geweest van de overheid om belasting te heffen via de ondernemer. Mm-hmm.
Mm-hmm. En ja, dus dat, dat zit in die Amerikaanse traditie, ja. Hè, die vrijheidsdrang. Ja. En grens trekken van zover kan de overheid gaan. Als we nog verder gaan, dan gaan we ons desnoods, dan gaan we ons verzetten. Dan gaan we het niet accepteren. Ja, dat is ook de Amerikaanse grondwet. Hè, daarin is het recht op vrij wapens opgenomen. De ontstaansgeschiedenis van de Amerikaanse grondwet, die kun je gewoon nalezen. De Federalist Papers, daarin de mensen die de grondwet geschreven hebben, hebben gewoon eigenlijk gewoon zich verantwoord. Die hebben gewoon opgeschreven waarom ze die artikelen zo geschreven hebben. Ja. Ja, dus een soort van memorische toelichting zou je kunnen zeggen op de Amerikaanse grondwet. En daar kun je dus precies in lezen wat de overwegingen zijn geweest. En dit was de reden. Ja. Ja, zodat mensen kunnen verdedigen tegen tirannie. En, hey, ik denk dat het voor heel veel mensen heel erg mooi klinkt. Maar zoals je in het begin al aangaf, is het niet makkelijk om je green card te krijgen. Dat is waar. Er zijn wel een aantal mogelijkheden. Onder andere trouwen met een Amerikaans staatsburger. Ja. Met een green card houder. Of je moet een speciale toegevoegde waarde hebben. Maar jij of de loterij daar nu, winnen. Of de loterij. En dan? Ja, van die 2%. Ja, dan heb je 2%. Kans, ieder jaar dat je, en je kunt ze ieder jaar meedoen. Je kunt dus gewoon 10, 20, 30 jaar meedoen als je dat wil. Ja. Want dan wordt de kans dat mensen, wel steeds groter. Ik denk dat heel veel mensen nu kijken naar Agenda 2030. En ze denken van nou, ik heb nog een paar jaar de tijd om nou daarop te gokken dat ik ieder jaar 2% kans heb. Ja, het is een beetje staatsstorterijenkansniveau. Maar jij hebt ook in Cyprus gewoond. Klopt. Hoe was dat? Ja, geweldig. Ik denk dat van alle landen in Europa waar je kunt kiezen. Om te wonen zijn waarschijnlijk Cyprus en Malta de twee meest aantrekkelijke landen. Zeker als je ondernemer bent. Maar ook als je pensionado bent. Of als je remote worker bent. Als je op afstand je werk kunt doen. Dan zijn dat denk ik bijzonder aantrekkelijke landen om te wonen. Wat maakt Cyprus en Malta zo gunstig dan in jouw opzicht? Nou, in eerste plaats natuurlijk de lage belastingen. Die zijn sowieso laag voor iedereen. Maar als je buitenlander bent en er tijdelijk woont, dan is de eerste 17 jaar zijn de belastingen nog lager dan ze voor de Cyprioten en Maltese zelf zijn. Dus daar kun je volop van profiteren als jij in Cyprus gaat wonen. En jij hebt daar een bedrijf. Daar haal je een salaris uit van 20.000 euro. Dus het salaris is belastingvrij. 20.000 euro. Ja, de rest laat je in de vennootschap vallen, betaal je 12,5% over. Ja. En als je daarna dividend naar privé uitkeert, is het gewoon belastingvrij. Ook belastingvrij. In principe zijn vrijwel alle dividenden belastingvrij. Zou het buitenland komen of het Cyprus komen, maakt niet uit, het belastingvrij. Ook renteinkomsten zijn belastingvrij, royalties zijn belastingvrij. Vermogenswinsten zijn alleen maar belast als het gaat om cyclotisch vastgoed. Maar alle andere vermogenswinsten zijn belastingvrij. Als jij in het buitenland werkt, onder voorwaarden, is ook dat inkomen belastingvrij. Je hebt het over Cyprus en Malta. Is dat één geheel? Nee, dat zijn twee landen met hun eigen wetten, hun eigen belastingstelsels. Maar wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze alle twee onderdeel zijn geweest van het Britse Rijk. Het zijn alle twee Britse koloniën geweest. En daar hebben ze alle twee ook van geprofiteerd. En daar kun je dus nog steeds van profiteren. Daardoor hebben ze bepaalde Engelse tradities neergehouden. En die eilanden zijn sterk verengelst in de tijd dat ze onderdeel waren van het Britse Rijk. En die Engelse tradities, die in Engeland zelf al lang weer vergeten zijn, maar ze daar nog steeds hebben, is dat de belastingen dat die laag zijn, dat ze voor buitenlanders nog lager zijn, dat de regeldruk lager is, dat er veel economische vrijheid is, dat er ook veel rechtszekerheid is. Hè? Dus er zijn maar weinig vage regels, die er in ieder geval veel zijn. Met name als belastingbetaler is het natuurlijk wel fijn, want als de belastingregels al duidelijk zijn, dan kun je dus een plan maken over hoe je die belastingen gaat ontwijken. En dan kun je er van op aan, met een hoge mate van zekerheid, dat het plan gaat werken. Wel, er zijn steeds meer landen, en ook Nederland gaat die kant op, waarin de belastingregels heel erg vaag zijn, zodat je eigenlijk niet kunt weten waar je toe bent, zodat je altijd achteraf te maken krijgt met een fiscus die zegt, nou ja, u heeft onze vage regels, heeft u niet gevolgd, dus we gaan alsnog heffen. Ja, dus duidelijke regels zijn goed voor belastingbetalers, en dat is de traditie die ze hebben op Cyprus. Maar er zijn ook andere pluspunten. Ja.
Nou ja, ze hebben zonnige warme winters. Hè. De meest zonnige plekken van Europa, ook in januari, zijn niet alleen maar de zuidkust van Spanje en Portugal, maar ook Cyprus en Malta zijn heel erg zonnig en warm in januari van de winter. Is dat nog sterker in het geval? Dus ook dat is een belangrijk pluspunt. Verder spreken ze heel erg goed Engels op deze eilanden. In Malta is het zelfs een officiële taal. In Cyprus niet, maar iedereen spreekt Engels. Hè. Ik heb alle jaren dat ik op Cyprus ben gekomen, ook heb gewoond, dat ik maar één keer een persoon ontmoet die geen goed Engels sprak. Het was een non van in de 80 die in een klooster woonde. Die waarschijnlijk ondertussen ook al lang dood is. Want iedereen leert daar gewoon heel goed Engels. Je kunt ook met de overheid Engels communiceren. Je kunt gewoon brieven schrijven in het Engels, krijg je het Engels antwoord. Je kunt, als je rechtszaak hebt, kun je gewoon met de rechters en de andere partijen en andere advocaten gewoon Engels spreken. Dat is geen probleem. Iedereen die studeert, studeert ook in Engeland of een ander Engelstalig land of het algemeen. Dus ja, ze zijn ook op andere terreinen verengelst. Hè. Daarom zijn die regels ook relatief, regelijk is relatief laag, de lasten is relatief laag. Ze zijn relatief ondernemend. Als je het vergelijkt met de Grieken in Griekenland, de Zuid-Cyproten zijn het algemeen Grieken. Dus ze zijn dus veel wat vriendelijker dan de Grieken in Griekenland zelf. Ze zijn veel ondernemer dan de Grieken in Griekenland zelf. En ook, ze zijn ook links bijvoorbeeld. Het hele rechtsstelsel op het Engelse systeem gebaseerd. Het belastingstelsel op het Engelse systeem gebaseerd. En ook die traditie dat buitenlanders een lagere belasting betalen. Dat is ook een Engelse traditie. Dat geldt in Engeland zelf ook. En in Ierland is dat ook zo. Dat je als buitenlander wordt gelokt met een relatief lage belasting. En dat je de eerste 17 jaar heb je daar sowieso plezier van. Dus de aanname dat het tijdelijk verblijf is. Maar zelfs daarna kun je dat nog steeds verlengen. Hier ga je natuurlijk ook tijdens de masterclass meer over vertellen. Nu hebben de meeste kijkers van deze podcast, die voelen een druk in hun rug, in hun nek. Ja. En dat noemen we even Agenda 2030. Dat noemen we even het World Economic Forum. Dat noemen we even... Hoe kijk je daar tegenaan dan? In combinatie met landen als Cyprus bijvoorbeeld. Is Cyprus een plek om te leven waar je niet zo op de staart gezeten wordt door het WEF? Nou, Cyprus is lid van de Europese Unie, Malta ook. En ze moeten dus alle Europese richtlijnen invoeren. Dus zo gezien ben je niet verlost van de Europese Unie. Maar in een zekere zin ook weer wel. Een van de voordelen van een land als Cyprus is dat, ze voeren die regels wel in. Maar ze nemen ze niet zo serieus. En ook de politie neemt ze niet zo serieus. En ook de overheid neemt ze niet zo serieus. Ja, dus bijvoorbeeld, in Cyprus heb je een helmplicht. Als je op een motorfiets gaat rondrijden. Maar de helft van de Cyprioten doet dat gewoon niet. Draagt gewoon geen helm. Als je gewoon daar op straat rondloopt, dan zie je gewoon om je heen dat de helft van de motorrijder geen helm heeft. De politie ziet dat ook, want ze halen de politieauto's gewoon in, zonder helm. En ze worden niet aangehouden, want de politie interesseert het niet. En dat is niet alleen zo met de valhelmplicht. Dat geldt voor heel veel regels die niet zo belangrijk worden gevonden. Kijk, als je moord pleegt, word je natuurlijk wel... onderzocht en vervolgd en opgesloten. Maar goed, dat gebeurt natuurlijk, daar ben ik wel een voorstander van. En maar juist die slachtofferloze misdrijven, en waar je eigenlijk alleen maar jezelf mee hebt. Dus als je een helm niet draagt, dan heb je alleen jezelf mee. Andere mensen hebben daar geen last van. Mm-hmm. Dat soort regels, die worden in Cyprus relatief gewoon minder streng en minder vaak afgedwongen. En hoe ging het met de coronamaatregelen, met de mondkapjes? Plicht met de vaccinatieverplichtingen. Hoe gingen ze daar mee om in Cyprus? Ik ben er niet geweest tijdens de COVID-tyrannie. Maar volgens mij is het zo dat ze die COVID-maatregelen wel, die zijn wel ingevoerd door de overheid. Maar werden daar wel minder streng afgedwongen dan in een land als Nederland. Ja, omdat dezelfde reden, hè, dat de handhavers zijn niet zo van het handhaven. Tenzij het gaat om bedrijven met slachtoffer. Maar de slachtofferloze misdrijven worden gewoon minder serieus genomen. Minder... Mm-hmm. Oké. Het natuurlijke klimaat. Wordt er veel verbouwd? Is er veel landbouw? Groeit daar veel? Of moet alles van buiten het eiland komen? Het is het Middellandse zeeklimaat, dus de zomers zijn droog en heel erg zonnig en warm. En de winters die zijn mild.
Ja, dus de gemiddelde januari temperatuur in de zaak, in principe waar ik heb gewoond, dat is iets van 20 graden. De maximum temperatuur. In de winters regent het niet heel veel, maar wel genoeg dat alles een beetje groen wordt. In de zomer wordt het altijd een beetje gedorst, want de hele zomer regent het niet. Maar in de herfst begint het weer een beetje te regenen, dan zie je alles weer groen worden. Dat geldt voor het grootste deel van het eiland. In het uiterste zuidwesten, rond Paphos, daar heb je een gebied dat het hele jaar door groen is. Als je van groen houdt, dan is dat te vinden op Cyprus. Dan moet je in de regio Paphos gaan. Daar heb je ook een luchthaven. Maar ook met rechtstreeks op luchten naar luchthavens die hier vlakbij zijn. Dus dat is ook een optie. En er is nog een verschil tussen Noord-Cyprus en Zuid-Cyprus, heb je verteld. Ja, dat is een heel groot verschil zelfs. De meeste Grieken, de meeste Cyprioten zijn Grieken. Cyprus is onderdeel geweest van het Griekse Rijk. De laatste paar eeuwen voor Christus zijn er heel veel Grieken naartoe gegaan. Daarna is het deel geworden onderdeel van het Romeinse Rijk, daarna van het Oost-Romeinse Rijk, daarna is de kruisridders veroverd. En daarna is het door het Ottomaanse Rijk, het Turkse Rijk veroverd. Er zijn er ook wat Turken komen wonen, dat was ongeveer 18% geloof ik van de bevolking. Misschien 24% die orde van grootte. Toen werd het onderdeel van het Britse Rijk in 1870, vanaar al die Engelse invloed. 1860 is het onafhankelijk geworden, maar de Griekse Cyprioten waren in de meerderheid. Dus de Turkse Cyprioten voelden zich gediscrimineerd voor de meerderheid. Dat leidt tot wat schermutselingen. Dat heeft ertoe geleid dat Turkije zich het lot ging aantrekken van de Turkse Cyprioten. In 1974 wilde de meerderheid van de Griekse Cyprioten aansluiten bij Griekenland. Dat wilde de Turkse Cyprioten absoluut niet. En toen heeft Turkije Noord-Cyprus veroverd. Ze hebben 38% van het eiland veroverd in het noorden. Toen zijn de Turkse Cyprioten massaal naar Noord-Cyprus vertrokken en de Griekse Cyprioten massaal naar Zuid-Cyprus vertrokken. Sindsdien is het dus een verdeeld eiland. Er is ook heel lang een grens geweest die hermetisch gesloten was, behalve voor buitenlanders en voor de Marinieten, maar de Turkse Cyprioten mochten de grens niet over. Je had in Nicosia de hoofdstad ook een muur, net als in Berlijn. Decennia lang was er dus geen contact mogelijk tussen Griekse en Turkse Cyprioten. Dat is wel versoepeld inmiddels. De laatste 20 jaar is dat versoepeld. Mogen de Turkse Cyprioten wel naar het zuiden en de mogen naar het noorden. En die grens is niet meer hermetisch dicht. Maar het is nog steeds verdeeld. Dus nog steeds zie je dat in Noord-Cyprus daar boven met name Turkstaligen en in Zuid-Cyprus met name Griekstalige Cyprioten. En er zijn ook Turkse troepen nog steeds in Noord-Cyprus. En er is ook een Turkse Republiek van Noord-Cyprus uitgeroepen in de jaren 80. Dat is erkend door Turkije, maar door een enkel ander land. Dus de Republiek Cyprus ziet Noord-Cyprus als bezet gebied. Ja, dus formeel is Noord-Cyprus en Zuid-Cyprus behoren tot de Europese Unie. Formeel is het één land. Alleen het noorden staat dus onder invloed van Turkije. Ja, dus de standpunt van de Republiek Cyprus, van de regering van de Republiek Cyprus, die dus controle heeft over Zuid-Cyprus, is dat het hele eiland nog steeds het grondgebied is van de Republiek Cyprus en dat de noorden bezet is door Turkije. Zij kennen de Turkse Republiek Noord-Cyprus niet. Dus zij vinden dat de muren, aangezien het hele grondgebied deel is van de Republiek, is ook het hele grondgebied onderdeel van de Europese Unie, maar ze erkennen wel dat ze niet de macht en controle hebben over Noord-Cyprus, dat het bezet is. En dat het dus de facto geen onderdeel is van de Republiek Cyprus en dus ook niet van de Europese Unie. Ja. Dat is de realiteit. Ja, ze vinden dat het onrechtmatig is, maar ze erkennen wel dat dat de realiteit is. Betalen ze met de euro? Ja, op Zuid-Cyprus wel. Ja. En in Noord-Cyprus? Daar was de Turkse lira. Ah, kijk. Ah, ja. Ik spreek tegenwoordig steeds meer mensen, Twan, die zich zorgen maken over de dienstplicht. Misschien een opnieuw ingevoerde dienstplicht in Nederland. Ja. En of zij misschien ooit
zich moeten melden voor de dienst. En worden uitgezonden naar het front in Oekraïne om daar tegen de Russen te vechten. We kunnen zeggen van ja, die angst is overdreven. Het zal zo vaart niet lopen. Maar we zien nu toch wel in verschillende landen binnen de Europese Unie dat die geluiden opkomen. Ook ja. Onlangs in de Tweede Kamer was er een motie ingediend waarbij dus het verzoek was om tegen te stemmen, dat het niet zou gaan gebeuren. Maar daar was geen meerderheid voor. Nou ja, de motie was volgens mij dat de Tweede Kamer zich zou uitspreken dat er nooit Nederlandse spitsen naar Oekraïne zou worden gestuurd. Daar stemde de meerderheid tegen de motie. Ja. Dat is wel veelzeggend, vind ik. Ja, en de dienstwet is opvangend in de grondwet. Hè? Dus de grondwet staat dat het Nederlandse leger bestaat uit groepsmilitairen en dienstplichtigen. Ook de dienstwet is nooit afgeschaft. Alleen de opkomstplicht is opgeschort. Ja. Dat kan maar ingevoerd worden. Ik denk wel dat het draagvlak daar niet heel erg groot voor is. Maar ja, ik had ook niet verwacht dat de COVID-tyrannie zoveel aanhangers zou krijgen. Nee. En dat is ook gebeurd. Dus je weet niet wat de toekomst brengt. Kijk, in Oekraïne is de... Is er ook niet zo heel veel animo om naar het front te gaan. Alleen daar speelt nu dat bankrekeningen worden geblokkeerd en gelden worden geconfiskeerd als je niet komt opdagen. Ja. Ja. Dus ja, dan kan je er wel niet mee eens zijn of het niet willen, maar dan is het toch weer een andere sturing, een andere kracht om dat te bewerkstelligen. Ja, in de meeste landen, volgens mij in andere landen die dienstplicht hebben, staat ook gevangenisstraf op het niet komen op daar. In Nederland was dat ook zo, hè? Dus dat ook, volgens mij stond er een gevangenisstraf voor van 10 maanden. Dus je kon of 14 maanden gaan dienen, het leger, of je kon 10 maanden gaan zitten. Dat waren je opties. Of je kon een vervangende dienstplicht doen, maar dan moest je 21 maanden gaan, bejaarden gaan wassen of zo. Mm-hmm. Zijn er landen op te noemen waar je naartoe zou kunnen om onder die dienstplicht uit te komen? Nou, de tijd dat er nog een dienstplicht was in Nederland, was het zo dat als je buiten Europa woonde, kon je niet worden opgeroepen, werd je niet opgeroepen. Dus als je al opgeroepen was en je zou dan pas Europa verlaten, was je te laat. Hè? Dan was je toch strafbaar als een dienstplichtontduiker. Als je voor de oproeping Europa verliet, en ik uitschrijf uit Nederlands bevolkingsregister met een nieuw adres buiten Europa, dan werd je niet opgeroepen. Of hoe dat zal zijn als er weer een dienstplicht opnieuw wordt ingevoerd, dat weet ik natuurlijk niet, maar dat was toen de regel. Ja, dus je zou in ieder geval je risico dus kunnen verkleinen, denk ik, als je buiten Europa gaat wonen. En eerder tijdens het voorgesprek zei je van, is het nog een plek waar de kans dat uitgeleverd niet zo groot is? Hè? Dus stel je wordt opgeroepen, je wil niet, je vlucht. Waar moet je dan heen vluchten, zodat je niet wordt uitgeleverd naar Nederland? Ja, dat is niet naar specialisme. Volgens mij heb je een redelijke kans verslagen in de Turkse Republiek van Noord-Cyprus. Omdat het een land is dat geen enkel ander land wat erkend behalve Turkije. En ook dus geen verdrag heeft gesloten met andere landen dan Turkije. Dus ook geen uitleveringsverdragen. Dus ik denk dat je daar misschien een redelijke kans van slagen hebt. Dan heb ik begrepen dat als je in Brazilië trouwt met een Braziliaan, daar een kind mee krijgt en ook zelf Braziliaan wordt, dat je dan ook weer wordt uitgeleverd. Ja. Dus dat is ook nog een interessante idee. Optie. Ja, ja. Oké, dus inderdaad, dat speelt dus ook voor Noord-Cyprus. En het feit dat dus Noord-Cyprus een hele rare, vage, formele status heeft, kan dan wel meespelen in dit soort situaties. Ja, overigens dat er geen uitleveringsverdrag is, is geen garantie dat je niet wordt uitgeleverd. Hè? Dat kan ook zonder verdrag. Alleen als er verdrag is, dan is het een plicht om je uit te leveren als er om gevraagd wordt. En ja, want dat was iets was ook weer in Dubai, was er iemand die werd toch uitgeleverd, hè? Raki was het ook? Ja, de Emiraten hebben geen uitleveringsverdrag. Nederland kon dat niet afdwingen, maar ze kon wel verzoek indienen. En dat verzoek is gehonoreerd. Ja. Ja. Ja.
Wat heb jij wat je nog meer mee wil geven, Twan? Aan de kijker. Die naastig op zoek is, aan het nadenken is van wat moet ik doen? Wanneer moet ik weg? In de Europese Unie, buiten de Europese Unie, welk land? Zuid-Amerika, Azië. Er zijn mensen die zijn daar de hele dag mee bezig. Wat heb jij nog dat je ze wil meegeven? Ja, nou goed. Kijk, het heeft natuurlijk nadeel om de Europese Unie te blijven. Dat is absoluut zo. Maar er zitten ook voordelen aan. En daar moet je ook niet helemaal blind voor zijn. Het voordeel van verhuizen naar een andere lidstaat van de Europese Unie is in eerste plaats dat het heel erg makkelijk is. Net zoals het verhuizen naar Groningen. Ja, want je hebt helemaal geen verblijfsvergunning nodig. Of ze mogen hem niet weigeren als je hem aanvraagt. Dus in feite hoef je alleen maar erheen te vliegen of te rijden en daar een woning te regelen. En Nederland schrijft je uit en je bent geëmigreerd. Dus iets overdrijf een beetje, maar ik overdrijf niet veel. Dat is een heel groot verschil met een land waar je echt een verblijfsvergunning moet aanvragen en een procedure moet doorlopen. En vaak moet bewijzen dat je voldoende inkomen hebt of voldoende vermogen hebt. Of je het hebt gekocht, maar er zijn verschillende manieren om in andere landen verblijfsvergunning te krijgen. Maar je moet altijd de hoepel springen, over het algemeen. En dat is binnen de Europese Unie, mogen dat de eisen helemaal niet worden gesteld. Ja, dus ze mogen wel, als je daar naartoe gaat met het doel om uitkering aan te vragen, dan mogen ze wel weigeren terugsturen. Maar in principe als je daar gewoon gaat werken, je kunt gewoon je eigen leven van afzien of je kunt gewoon van je pensioen leven, dan ben je gewoon welkom. Iedere lidstaat, dat is natuurlijk een voordeel. Een ander voordeel is als je een ondernemer bent, je hebt een bv, je hebt een belang in je bv, en je blijft in de Europese economische ruimte, dan krijg je wel een potverende aanslag als je emigreert, een soort exit tax, maar je krijgt ook levenslang uitstel. Zonder dat je zekerheid hoeft te stellen. Terwijl als je de Europese economische ruimte verlaat, moet je wel zekerheid stellen om dezelfde uitstel te krijgen. Ook dat is een voordeel. Een ander voordeel is dat je, als je ondernemer bent en je gaat in een nieuwe woonland in ondernemen, maar je blijft ook in Nederland ondernemen en je onderneming gaat zaken met elkaar doen. Dus er gaan geldstromen over weer. Dat is binnen de Europese Unie vaak meer fiscaal gefaciliteerd. Hè? Dus rentes, royalties, dividenden kunnen vaak belastingvrij binnen de Europese Unie. Dus ook dat kan een voordeel zijn. Dus ik zou zeggen, het is terecht om oog te hebben voor de nadelen van de Europese Unie. Want ja, het is natuurlijk waar dat al die richtlijnen die worden overal geïmplementeerd. Dus er is dan geen escape. Ja, ook al die anti-misbruikbepalingen worden van de hele Unie ingevoerd. Je hebt ook een Europees arrestatiebevel. Dus als je zo'n risico minimaliseren dat je uitgeleverd wordt, dan moet je helemaal niet in de Europese Unie zijn. Ja, dus er zitten ook zeker nadelen aan, maar er zitten ook voordelen aan. Die moet je ook meewegen in je beslissing. Ja, en ook het feit dat je maar 3 moet vliegen naar Malta, maar 4,5 uur naar Cyprus, dat is natuurlijk ook een voordeel. Wil je toch de Europese Unie uit, maar niet al te ver weg, toch in de balkop blijven? Er zijn er toch een aantal landen die ook interessant zijn. Niet alleen omdat de belastingen er laag zijn, maar ook niet of ze levensonderhoud er laag zijn. Dan kun je denken aan landen als Georgië, Macedonië, Bosnië. Dat zijn allemaal landen die geen lid zijn van de Europese Unie, die hele lage belasting hebben. En voor buitenlanders vaak nog lager belastingen. Kleine ondernemers vaak nog weer gunstiger regelen. En waar ook de kosten levensonderhoud heel erg laag zijn. Dus als je niet al te ver weg wilt, dan kun je daar naar kijken als alternatief. Als je bijvoorbeeld in Georgië een kleine onderneming start en je omzet blijft onder $165,000, betaal je 1% op de omzet en 0 over de winst. Kijk. Kom je dat boven, betaal je 3% over de omzet, nog steeds 0 over de winst. Dat is een limiet, ik dacht een half miljoen door of zo, als je daar boven komt. Ja, dan werkt het niet meer. Je moet niet al je geheimen nu prijsgeven, hè, die jij op 12 april. Want ik heb het met je doorgenomen en ik heb gezien met wat voor pareltjes jij 12 april allemaal naar voren gaat komen. En ik viel ook van mijn stoel. Dat ik denk van dan hoef je eigenlijk voor de rest van je leven hoegenaamd geen belasting meer te betalen. Ja.
Maar jij, ja. Jij zegt Georgië, Macedonië, Georgië. Je hebt ook Moldavië, toch? Ja, dat is waar. Ook dat is relatief laag belast. Dat is buiten de Europese Unie. Dat is relatief dichtbij, grens aan Roemenië. Maar het is wel een heel erg arm land. En het is ook wel heel corrupt. En ze staan ook al onder de invloed van Rusland. En ze grenzen ook aan Oekraïne. Dus er is ook enig. Ja, het is natuurlijk een beetje onrustig in die regio. Ja, er zijn geruchten dat Rusland overweegt om. Door te stoten naar Transnistrië, wat een onderdeel is van Moldavië dat zelf in de Vatican heeft verklaard, maar niet erkend wordt. Een beetje gelijkbaar op Noord-Cyprus. Dat ook meteen van de bescherming van Russische troepen te voorzien. Dus het zou kunnen dat de oorlog zich gaat uitbreiden naar Moldavië. Dat is niet heel denkbeeldig. Dus ja, de kostlevens zijn als een extreem lage belasting zijn heel erg laag. Maar er zit ook een minpunt aan. Wat ook een voordeel is van zowel Roemenië als Moldavië. Dus dat de taal die ze daar spreken een Romaanse taal is, die dus ook veel lijkt op Italiaans en Frans. Dus dat is redelijk makkelijk te leren. Dus we zijn in Cyprus en Malta en Dubai, daar hoef je de taal helemaal niet te leren. Daar spreken zoveel mensen Engels, je kunt gewoon alles in het Engels regelen. Maar als je dus naar een land gaat als Roemenië, Moldavië, Georgië, Bosnië, Macedonië, ja, daar. Mensen die goed opgeleid zijn, spreken Engels. Jonge mensen spreken tegenwoordig steeds vaker Engels. Omdat ze, zeker hele jonge kinderen, die kijken op YouTube in het Engels. Maar ja, er zijn nog heel veel mensen die geen Engels spreken in deze landen. En ja, dus als je daar echt wil gaan wonen voor langere tijd, wordt het toch wel raadzaam om taal te gaan leren. In Roemenië en Moldavië is dat niet zo moeilijk. Hè? Daar is het vrij gemakkelijk om die taal onder vier te krijgen. Als je een beetje kennis hebt van Frans of Italiaans of Spaans of Latijn. Dan is dat een stuk makkelijker dan dat je een Slavische taal moet leren. Zoals in landen, ja, de andere Balkanlanden spreekt ze met een Slavische taal. Verder denk ik dat de Emiraten ook heel interessant kunnen zijn. Ze hebben 6,5 uur vliegen. En niet alleen zijn de belasting daar extreem laag. Er is geen inkomstenbelasting bijvoorbeeld. Maar ook de rentedruk is laag. De economische vrijheid is hoog. De economische groei is erg groot. Het is ook een ondernemersparadijs. Als je daar een onderneming start en je wil personeel halen uit Rusland of uit India of China of uit de Filipijnen. Je kunt overal ter wereld kun je personeel vandaan halen. Je bent een paar weken verblijfsvergunning voor je regelt en voor jezelf en zo. En voor je gezin ook. Dus dat is eigenlijk heel erg gemakkelijk. Daarom is 90% van de bevolking buitenlander. Dat is de Emiraten, de Arabieren. Die er van bevolking zijn, ja, het is maar 10% van de bevolking ondertussen en 90% van de buitenlanden ondertussen. En dat heeft juist bijgedragen tot de enorme economische groei van dat land. Want die mensen die daar komen, die komen er om te werken, om te ondernemen, niet om een hand op te houden, dat heeft geen nut, dat heeft geen zin. Als je hand ophoudt als buitenlander, krijg je niks. Hè? Er is geen gratis geld, gratis zorg, gratis onderwijs, gratis dit, gratis dat, zoals in Nederland. Wat je verdient mag je houden. Dus je krijgt de goede immigranten dan. Precies, ja. Wat je verdient mag je houden als je daar gaat werken of gaat ondernemen. Anders wat je verdient mag je houden. Ja. Dat spreek je natuurlijk wel aan als libertariër. Zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja, ik heb ook een tijdje kantoor gehad in Dubai. Ja. Heel bewust uitgekozen, omdat dat fiscaal natuurlijk een extreem aantrekkelijk land was en nog steeds is. Maar niet alleen fiscaal is het heel erg aantrekkelijk, maar ook het ondernemingsklimaat is heel erg aantrekkelijk, het investeringsklimaat. Als je daar vastgoed koopt bijvoorbeeld, dan is dat belastingvrij. Hè? De huuropbrengst is belastingvrij, de waardestijging is belastingvrij. Ook al blijf je gewoon in Nederland wonen, dan nog is dat belastingvrij. Omdat vastgoed wordt belastbaar staat. Mm-hmm. Ja. Twan, ja, je hebt een hele mooie vogelvlucht. Heb je zo een aantal landen de revue te passeren en... Ja, er is natuurlijk voor ieder land is iets te zeggen of tegenin te brengen. Het zal ook een hele persoonlijke keuze worden voor mensen. Waar ze zich lang bij voelen, waar ze voor kiezen. Maar goed, al deze informatie helpt hen weer om misschien weer een volgende stap te kunnen zetten. Ik wil jou hartelijk danken voor de informatie die je hebt gegeven. En nogmaals, 12 april... mogen we jou live ontmoeten op de masterclass voor ondernemers in Pathé Ede. 1000 ondernemers zullen wat dat betreft ook aan je lippen hangen
om van jou te horen, hoe kan ik Nederland fiscaal zo gunstig mogelijk verlaten? En naar welk land kan ik toe, Twan, waar ik zo min mogelijk belasting ga betalen? Dat is natuurlijk jouw specialiteit. Daar heb je natuurlijk al zoveel jaren ervaring in. Ik denk dat jij wat dat betreft misschien wel een van de meest bekende Nederlanders bent die ook daar zijn leven aan heeft gewijd. Hè? Aan ook de uitspraak belasting is diefstal. Dus ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit om jou daar te ontmoeten live. En bedankt voor de informatie. En ik richt me even tot de kijkers. Iedereen wederom bedankt voor het kijken. Ook voor het liken en abonneren. Dat wordt zeker op prijs gesteld. Mijn dank daarvoor. Je kunt je berichten zetten in de comments onder YouTube. Als je misschien nog iets wil weten van een ander land. Volgende week gaan we praten met professor Bob de Wit. Bob de Wit is ook een spreker tijdens de masterclass voor ondernemers op 12 april. Hij zal als eerste een verhaal gaan vertellen over hoe hij aankijkt tegen de toekomst. Ook dat het misschien beter is om in ieder geval voor een bepaalde periode Nederland te verlaten. Omdat het nog wel eens even erg mis kan gaan hier. Maar dan wel weer terug te komen om het land op te bouwen, maar dan onder nieuwe beginselen. Daar gaat hij het volgende week over hebben. Maar dan met name ook, hoe kijkt hij aan tegen het onderwerp vertrekken? En waar zou professor Bob de Wit dan naartoe gaan? Iedereen bedankt voor het kijken en tot volgende week.